gaat het, Tess? Best goed. Ik vind het alleen heel lastig om toch nog wat meer los te laten aan de binnenteugel. Omdat ik toch merk dat ik die heel snel naar me toe trek. Dat is de teugel en dat doet niet alleen jij, hè? Dat doet iedereen. Dat is de teugel die je wat makkelijker pakt om je controle te zoeken. Maar dat is juist de teugel die we juist haar de vrijheid kunnen geven. Je achterbeen weer mooi naar voren en daaruit draaf je weer aan. Kijk, en het is niet zo dat je aan de voorkant niks doet, hè? Je rijdt die achterbenen mooi naar voren tegen je hand aan. Maar je hand moet haar wel de goede richting geven. Ja, goed zo. Heel goed, daar. Dat is mooi. En als je voelt dat ze mooi door dat lijf komt, dan kun je nog een keer tegen die achterbenen zeggen. Zo jongens, komen jullie ook nog maar een beetje meer naar voren. Zo, ja. Kan je hier een beetje wijken in de bocht om hem nog losser te maken. Kijk, en het gaat niet altijd zo vanzelf dat je met die buitenteugel stuurt, hè? Je moet met die binnenteugel wel vaak ook een beetje de richtingaanwijzer aanzetten. Ja. Ja, been goed lang, knie mooi los. Heel goed. Galoppeer je hier zo een keertje uit aan, Tess. In die voorwaartse draf. Je corrigeerde jezelf, hè? Ja. Goed. En daardoor sprong zij mooi voorwaarts aan in galop. Goed zo. Mooi lucht in je hand. Zo. Ja, dat je dat achterbeen naar voren rijdt en dat je een beetje voelt dat ze daar je hand ook opzoekt. Goed zo, Tess. En dan ga je zo meteen van hand veranderen. En dan ga je kijken dat je op die lijn kaarsrecht kan blijven. In galop of in draf? Ja, in galop. Dus doe dat een beetje, denk ik zo. Pak iets meer de buitenkant, iets meer de hoefslag. En dan kun je zo, denk ik, van de H... Oh. Ja, dit mag ook. Hup. Ja. Braaf. Beetje vanaf de H. Kijk, dan heb je zo'n heel stuk tot aan de P. Ja. En dan ga je steeds een beetje meer wijken voor je rechterbeen. Zonder dat je zeg maar extreem wijkt. Maar je wil een beetje haar voorbenen naar links. Haar tegen je linker teugel induwen. En dan doe je je linkerbeen terug. Goed zo. Hartstikke goed. Nou, zo makkelijk is het, hè? Heel goed. Weer lekker zitten. En weer kijken. Galoppeert ze door de lijf. Of is ze strak aan die binnenkant? Moet ik ze dan een beetje opzij drukken? En misschien zelf een beetje dat goede voorbeeld geven. Dat ze niet kan hangen aan die binnenkant. Zo, ja. Ja, ja, Tess, goed zo. Voel je dat? Ja. Goed zo. Kijk, op het moment dat jij de gelegenheid geeft om te trekken aan rechts, dan zal ze dat ook zeker doen. Want zowel wij als dat paard zijn gewend dat als er aan ons getrokken wordt, dat we terugtrekken. Dat is hetzelfde als dat ik probeer jouw arm eraf te trekken. Dan denk je niet, nou ja, neem dan mijn arm maar mee. Goed zo. Heel goed. Nou, doe dat zo ook nog maar een keer de andere kant op. Even kijken. Ik denk dat je dan tussen de dubbel door moet naar de M toe. Voor je linkerbeen haar schouders tegen je rechter teugel aan wijkt. Wijkt die voorbenen naar buiten en dan je buitenbeen terug. Goed, geef niet. Deze kant vindt ze dus het achterbeen moeilijk. Galoppeer maar door. En dan verander je weer van hand. Nou, heb je meteen contragalop geoefend. Goed zo. Doe je gewoon dadelijk nog een keertje. Dus dan moest zij nog iets vrijer om jouw linkerbeen. Om dus het linker achterbeen mooi mee te wisselen. En als jij je wisselhulp geeft, denk dan ook aan het achterbeen naar voren. Druk ze weg voor je linkerbeen. Druk ze weg voor je linkerbeen. Druk ze weg voor je linkerbeen. Goed zo. Ja, goed zo. En ontspannen. En even belonen. Goed zo. Braaf hoor. Deze kant vindt ze dan moeilijker, hè? Ja. Dat geeft niet, dat hebben ze allemaal. Goed zo, rij je zo even terug naar draf en naar stap. Doe je even een momentje stappen, lange teugel. Te om naar die roze en buitenom hier naar die rood en blauwe. En kijk of het jou lukt om tijdens het galopperen mooi, eigenlijk in haar galop is een drietakt. Dus mooi die drietakt te tellen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waarbij je kijkt dat die 1, 2, 3 zoveel mogelijk hetzelfde is. Ja. Kijk, tuurlijk gaat dat niet helemaal lukken. Maar je zoekt er wel naar dat je niet ineens 1, 2, 3 of 1, 2, 3 hebt. Goed zo. Ja, en toch mooi die achterbenen naar voren blijven rijden. Goed zo. Nee. Toch mooi die achterbenen naar voren blijven rijden. Goed zo. Steeds weer makkelijk aan je binnenhand. Goed zo. Dus die roze vanaf de kant van de F, hè? Ja. En deze vanaf de kant van de M. Goed zo.
En steeds op zoek. Wil ze nog een beetje lager? Wil ze nog een beetje losser? Het liefst niet te veel regelen aan je binnenteugel. Goed, lekker zitten. En tel, hè? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makkelijk in je hand. Zo, ja. Heel goed, zitten en meteen weer verder met tellen. Gebruik de hoek. Druk haar daarin voor je binnenbeen. Om daar weer je lossigheid en je controle te vragen. Niet verstijven, niet verstijven, niet verstijven. Blijf los. Goeie. Goed, en weer hou mooi recht, hè? Dus ook op de sprong, probeer niet te veel te corrigeren aan je binnenteugel. Want dan valt het lichaam te veel naar buiten. Goed, blijf tellen. Blijf tellen in je hoofd. Goed. Ja, weet je, als je wil wisselen, moet je hem een beetje voor je binnenbeen naar de buitenteugel toe wijken. Goed. Door de hoek, weer op zoek naar die lossigheid en die ontspanning. Probeer te sturen aan je buitenteugel. Laat het soepel worden. Zo, ja, daar. Hand mooi voor je houden, hand mooi voor je houden. Hand mooi voor je houden. Heel goed gereden, super. Als we zeuren, valt hij te veel naar rechts, hè? Ja. Dus dan mag jij daar iets haar voor je rechterbeen naar links toe duwen. En misschien niet te veel stelling links. Geeft niet, goed gereden. Opvangen los, opvangen los, wijken. Wijken, goed zo. Ja, terug, 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 terug. Nee. Terug, zo, ja. Nee. Goed zo. En weer op zoek naar die lossigheid. Zo, ja. Daar, dat het makkelijk is, dat het luchtig in je hand is. En misschien moet jij soms wel het goede voorbeeld geven, hè? Goed zo. Mag misschien nog minder aan je linkerteugel. Voel jij dat ook? Ja. Oké, goed zo. Lekker galopperen, lekker galopperen. Makkelijk zitten. Goed, om je rechterbeen. Ja, ja, gebruik die hoek, gebruik die hoek. Goed zo, corrigeer, corrigeer, zo ja. Goed zo, en weer die lossigheid opzoeken. Zo, wijken voor je rechterbeen, druk ze de wending in voor je rechterbeen. Laat ze weer loskomen van je hand. Zo, ruim galopperen. Los zitten, ruim galopperen. Goed zo, super. Even naar de draf en even stappen. Rechter teugel, los van links. Blijf rijden. Probeer zelf los te blijven, hè. Terug, het liefst voor je wending terug, hè. Braaf, even belonen. Goed zo, voltetje. En dan galopeer je weer aan. Nee. 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 Zo, linkerschouder sturen, linkerschouder sturen. Blijf je hulp herhalen. Zelf niet verstijven. Goed, makkelijk zitten. Hand mooi voor je. Buiten teugel sturen. Oh ja. Oh, nu de okser, hè? Ja. Ja, nee. Goed zo. Gebruik die hoek. En niet terugwerken, hè? Zo, voor je uit het soepel maken. Los, los, los. Geef het goede voorbeeld, hè? Knijp en los, knijp en los, knijp en los. Zo, ja, recht houden. Voor de wending is je galop goed, niet erna. Zo, voor je wending, voor je wending. Hand laag, hand laag, hand laag. Zo, ja. Hey. Rustig aan. Braaf. Ja, en dan kom je door. Voltetje rijden, aangaloperen. Goed zo. Goed opletten dat je niet verstijft in je hulp. Hè? Hou je hand eens ietsje meer voor je. Dus niet te veel je hand afdrukken, maar een beetje daar soepel houden. Daar soepel houden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buitenschouder sturen. Buitenschouder sturen. Goed. Goed. Ja, en blijf rijden. Vol te draaien aan je buitenteugel. Blijf galopperen. Laat haar fijn worden omdat je er weer door de lijf heen rijdt. En dan kom je weer naar die roze. Dan begin je gewoon het hele parcours weer overnieuw. Makkelijk zitten. Hand niet te veel naar je bovenbeen.
goed zo. Blijf tellen en blijf je galopsprongen rijden, hè? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo, blijf rijden eraan. Zelf niet mee verstijven, want je ziet aan haar mond dat zij ook helemaal met je mee verstijft. Doe daar een keer ophoudingje los, ophoudingje los, ophoudingje los. Blijf die achterbenen naar voren rijden. Zo, ja. Daar, buiten teugel om je binnenbeen. Buiten teugel om je binnenbeen. Eerder je galop herstellen, hè? Voordat je de wending uit bent, is je galop hersteld. Niet vier rondjes later. Zo. Buiten teugel, niet verstijven. Buiten teugel. Goed zo, super. En recht. En weer door eraan te rijden, wordt zij losser in de lijf. Been lang houden. Hou de druk op de bal van je voet. Hou de druk op de bal van je voet. Buiten teugel sturen. Knie los. Goed, blijf rijden. Buiten teugel. Ja, goed zo. Kijk, zo scheef dat je zelfs tegen de staander aan rijdt. En dat komt omdat je een beetje zijn neus naar links stuurt, hè? Ja. Dus op het moment dat je zijn neus naar links stuurt, gaat zijn lichaam naar rechts. Nou, nog een keer. Dus jij mikt meer op de staander links, hè? Buiten schouder, blijf rijden. Kijk naar die linker staander. Goed. Rechterbeen, hè? Goed zo, lekker uitdraven zo. Nee. Goed zo. Goed zo hoor, dat zijn je dressuurmatige dingen. Dat je daar meer controle met die buitenteugel moet krijgen, hè? Om te zorgen dat je dit soort dingen voorkomt. Ja. Want stel, jij zou nu na die dubbel rechtsaf moeten. Dan gaat het niet. Want je bent helemaal naar rechts weggevallen. En op het moment dat zij dus zo is, blijft ze daarheen weglopen. Dus jij zal met die rechte teugel en die rechterbeen moeten zeggen dat hij naar links toe moet. Ja. En dat is natuurlijk het stukje acceptatie wat zij gewoon ook meer moet hebben. Dat ze opzij moet voor je been. In plaats van tegen je been. Goed zo, lekker stappen. Hij heeft helemaal zweten van. Heel erg bedankt voor de les. Geen dank.